Als het goed is, kunnen jullie mijn scherm zo zien? Klopt dat? Ja. Ik zie je scherm. Ik zie je scherm. Oké, nou moet ik hem alleen nog eventjes. Ik ben dus niet zo heel handig met in de digitale wereld. Dus we hebben vanmiddag al even geoefend. Dan moet ik hem alleen nog als dia-voorstelling openen. Ja. Waarom doet hij dat niet? Hier. Ja, daar komt hij aan. Ja hoor, het is natuurlijk goed. Mooi. Ik wil jullie meenemen in het verhaal van smaakverandering na de behandeling van hoofdhalstumoren. Er wordt natuurlijk in mijn spreekkamer ontzettend veel over gesproken, omdat het vaak heel lang duurt. Maar waar ik mee wil beginnen, is ik ben vaak aanwezig bij het gesprek, hè, als patiënten te horen krijgen bij de dokter op het hoofdhalsspreekuur dat ze te maken hebben met een tumor in het hoofdhalsgebied. En wat ik vaak zie, is dat er echt in dat hoofd van alles omgaat en dat helemaal niet alle informatie opgeslagen wordt. En ik denk dat een ieder die hier vanavond aanwezig is, daar wel een idee bij heeft. Je wordt overdonderd door het nieuws. Eigenlijk ga je al naar zo'n afspraak toe met het idee van, goh, wat hangt me boven het hoofd en ik wil duidelijkheid. En als er dan slecht nieuws komt, ja, dan roept het vragen bij je op. Het roept vooral de vraag op, vaak ook, is het te genezen? Als we dan kijken naar, smaakverandering. Er wordt natuurlijk door de artsen een heel individueel behandelplan gemaakt. Vaak ook met een second opinion van een ander ziekenhuis. Een samenwerkingsverband. En dan wordt er gekeken van, goh, welke patiënt hebben we voor ons? Waar zit de tumor? Wat is de grootte? Is er sprake van uitzaaiingen? De leeftijd en de conditie van de patiënt speelt natuurlijk een rol als we kijken naar welke behandelopties we hebben. Wat wil een patiënt? En er wordt vooral ook heel erg gekeken in welke behandeling bied je een patiënt aan en wat is de kwaliteit van leven ook na zo'n behandeling. Dat kan zeker een rol spelen om bepaalde behandelingen soms niet te doen. Ik wilde eigenlijk aan jullie vragen, maar omdat ik jullie niet zie, is dat misschien wat lastig. Is bij jullie de kans op smaakverandering besproken op het moment dat de behandeling met jullie is besproken? Nee. Ik hoor dat heel vaak terug van patiënten. Ik heb het idee dat bij ons op het hoofdhalsspreekuur, ik zit heel vaak bij het gesprek. Ik zie dat eigenlijk dat altijd wel een onderwerp van gesprek is. Maar ik merk ook dat heel veel patiënten dat naderhand gewoon zich niet kunnen herinneren. Want is het op dat moment belangrijk? Heel veel patiënten die zijn op dat moment gefocust van, goh, wat is de beste behandeloptie en ben ik daarmee te genezen? En alles wat daarbij komt aan mogelijke bijwerkingen, daar wordt heel vaak van gedacht, ja, dat is nog een beetje ver van je bedshow. En soms ook niet heel relevant, want het gaat om je leven. Is het op dat moment relevant? Daarna komen er natuurlijk nog allemaal gesprekken om dieper de behandeling door te spreken. Maar ik zie dus in de spreekkamer dat het heel vaak wel besproken wordt, maar dat het voor een patiënt op dat moment totaal niet aankomt, omdat het op dat moment niet relevant is. Omdat smaakverandering zo lang duurt, wordt het op latere termijn zeker heel relevant. Dus ik zie vaak dat smaakherstel ontzettend lang duurt. Het hangt heel erg af van de behandeling, maar het ook geregeld niet volledig herstelt.
Ik ga jullie meenemen in voeding in zijn algemeenheid. En daarna kom ik terug op de verschillende in behandelingen en in wat we ermee kunnen doen op dit moment. Hè, als er eenmaal sprake is van smaakverandering. Als we puur kijken naar voeding, dan heeft voeding heel veel verschillende functies. De fysiologische functie, hè, behoud van je spieren, je energievoorziening. Dat fysiologisch, dat ligt erg voor de hand. Hè? De brandstof voor het lichaam. De psychologische functie is dat mensen vaak het gevoel hebben erbij te horen. Hè? Samen te zijn. En gelukkiger zijn als je ook samen dingen kunt delen. Onderdelen zoals eten. En dat psychologische en dat sociale, dat hangt een beetje bij elkaar. Maar psychologisch wil ik ook nog in meenemen. De psychologische functie is ook zeker tijdens een behandeling, dat als mensen tijdens de behandeling heel weinig eten, is dat ze psychisch ook veel slechter kunnen bolwerken, hè, de behandeling. Dus als ze in goede voedingstoestand blijven tijdens de behandeling, zie ik ook vaak dat ze het psychisch beter trekken. Dan heb je de sociale functie van eten. Die kennen we allemaal. Ga maar eens naar een verjaardag of naar een... word eens uitgenodigd bij vrienden. Ga iets leuks ondernemen. Alles hangt samen met voeding. Overal wordt gegeten. En dat is eigenlijk voor de meeste patiënten die ik spreek na de behandeling het grootste struikelblok in het gemis ook. Hè? Dat het niet meer vanzelfsprekend is. Dat er makkelijk gezamenlijk gegeten kan worden. De culturele functie zie ik. Daar had ik laatst tijdens een scholing in het ziekenhuis hadden we daar een heel mooi voorbeeld van. Er was een diëtist uit de eerste lijn en die had een ethisch dilemma. Die zei, wij hebben een patiënt in een verzorgingshuis. Die patiënt is moslim. Maar hij zit nu in een verzorgingshuis en hij begint te dementeren. En het liefste wat deze man wil, is vlees eten. En ook varkensvlees. Ja, en als hij het niet kreeg, als hij een andere portie eten, dan plukte hij het bij zijn medebewoners, plukte hij het bijna van bord. Want zoveel zin had hij daarin. En wij kregen toen de vraag in ons midden van, goh, hoe ga je met zo'n casus om? Hè? Hoe behandel je zo'n patiënt? Vinden we het ethische dilemma? We geven het hem, want hij wil het op dit moment wel. Doe je het uit geloofsovertuiging niet? Omdat dat eigenlijk in zijn geloofsovertuiging niet de bedoeling is. Maar er kwam ook nog een ander punt bij. Is hoe ziet de familie hem? Hè? Is hij nog onderdeel van zijn cultuur? Hoe wordt dat binnen de familie geaccepteerd als we hem varkensvlees aanbieden? Toen dacht ik, dat is echt. Er zijn zoveel factoren bij van toepassing, dat daar geen eenduidig antwoord op te geven is. Hè? Dat zijn dus dilemma's waar je soms mee te maken kan krijgen. En als laatste heeft het natuurlijk ook een medische functie, voeding. Na grote operaties kan het zijn dat patiënten wakker worden met een zonde, de eerste dagen niet kunnen eten, dus gevoed worden met een zonde. Alles om de wondgenezing goed te stimuleren en zo sterk mogelijk de behandeling door te komen. Ook zonder een zonde, hè, tijdens de behandeling met blaren in de mond en slikpijn tijdens chemo- en bestralingstrajecten zien we ook dat ontzettend belangrijk is om te blijven eten. Dus het heeft heel veel verschillende functies. Ik wil eventjes met jullie inzoomen als we denken aan smaakverandering op de sociale functie van voeding. Want dit is wat ik het meest in de spreekkamer hoor, waar mensen dus tegenaan lopen. He, alle activiteiten die je onderneemt, en zeker als je je weer na een behandeling gaat richten op de leuke dingen in het leven, die hangen bijna allemaal samen met eten en drinken. He, een verjaardag, een etentje, met een vriendin afspreken of een vriend.
familiebezoekjes, alles hangt samen met eten en drinken. En ik had vandaag een patiënt tegenover me vanochtend op de radiotherapie. En die zei, ja, ik heb nu een grote operatie gehad. Ik krijg nu bestralingen. En ik merk dat mensen daarop reageren. Ik merk dat ze het lastig vinden dat ik bijvoorbeeld dat geen controle heb over de onderlip. En dat ik dus tijdens een gesprek de hele tijd met een doekje zit te deppen. Ik merk dat mensen daar erg op reageren. Dus ik mijd het. En dat is natuurlijk zonde. Maar aan de andere kant ook begrijpelijk. Hè? Want ik denk dat in ieder van jullie dat misschien wel kan herkennen. Dat een hele zoektocht is tijdens het ziek zijn. Hoe ga je ermee om? En ook hoe reageren anderen erop? Als ik jullie een vraag ga stellen. Is voor jullie eten nog leuk? Wil iemand daar iets over vertellen? Ja, ik wil er wel iets over zeggen. Ik vind eten nog steeds leuk, alleen ik merk wel van, ik eet dus langzaam met kleine hapjes allemaal, omdat het, mijn mond gaat niet zo ver open. Ik heb nog maar de helft van mijn gebit, van mijn kiezen. Dus dat merk je wel. En met drinken merk ik, heb ik altijd een servetje bij de hand, want dan knoei ik meestal. En dan zeggen mensen, waarom gebruik je een rietje? Nou, ik vind het niet lekker om uit een rietje te drinken. Dus ik drink gewoon uit een kopje met een servetje erbij. En wat anderen ervan vinden, dat is dan zo, maar ik doe het zo. En verder, wat had ik nog meer? Oh ja, en dan met uit eten. Bijvoorbeeld als je ergens gaat lunchen met brood. Die boterhammen zijn altijd heel dik gesneden. En dan vraag ik meestal of ze het brood alsjeblieft dun kunnen snijden. En de korstjes eraf willen doen. En meestal doen ze dat ook. Dus dat is een goede oplossing daarvoor. Ja. Ja, ik durf ook wel. Zijn we nog meer mensen? Pieter, ik zie dat jij, maar ik doe jou even als derde, want ik zie dat Peter zijn handje heeft opgestoken. Ja, ik heb ook een hele tijd moeite gehad met eten, maar op een gegeven ogenblik ga je merken wat je wel wegkrijgt en wat je niet wegkrijgt. En om in mijn gezin uit eten te gaan, ga ik heel graag mokken, want dan kan je namelijk dingen pakken die je weg kan krijgen. En dat is het verschil met de Chinees. Bij de Chinees krijg je een bord vol en dan kan je de helft niet op. En bij de wok kan je pakken wat je wegkrijgt. Dus ik heb wel een heel groot verschil voor de rest. Ja. Eline. Ja, ik zie daar op de plaatje een heerlijke kop pompoensoep. En dat is mijn favoriete soep als mede alle andere soepen. Ik maak gewoon veel dikke maaltijdsoepen, omdat die veel voedingsstoffen zitten. En je kunt de smaak daarvan zo variëren. En met verschillende kruiden en met verschillende soorten groenten en combinaties van groenten. Dus eigenlijk is dat voor mij favoriet. En ik moet zeggen, omdat het lastig is met verslikken, dat ik... eigenlijk hoe langer hoe minder in een restaurant gaan eten. Omdat er maar weinig restaurants zijn. Eentje in de buurt waar ik heel graag kom, die mijn probleem kennen. En als ze daar rekening mee houden, dan ben je een gelukkig mens. Dus, maar met de late effecten van bestraling, moet ik eerlijk zeggen, dat het er niet makkelijker op wordt na 17 jaar. Nee, daar kan ik me heel goed indenken. Ja. Even kijken, Pieter. Ja, ik had in het begin, het eerste jaar, twee jaar, erg veel moeite met eten. Mijn vrouw had er moeite mee, want ik was veel langzaam. Maar ik ben nu zover. Ik vind eten nog steeds heerlijk. Ik ben elke vorm van schaamte ben ik voorbij. Dat betekent dat ik inmiddels, als ik uit eten ga, ook niet meer vraag of ze de korstjes eraf halen. Die haal ik er zelf wel af. En voor de rest is het van, ja, ik zoek uit wat ik wat nog aansluit op mijn smaak en wat mij lekker vindt. En bij vrienden,
overleggen we altijd wat ik wel goed kan eten en niet goed kan eten. Dus in die zin, ja, ik eet weer met veel plezier. Ja. Helemaal goed. Ja. Nico en Annette. Ja, even namens Annette dan. We gingen, voor de operatie gingen wij regelmatig uit eten met z'n tweeën. Dat vonden we altijd heel gezellig en daar maakten we altijd een heel feestje van. Een avondje uit voor ons. Dat gaat dus niet meer, want Annette kan vanwege de buis maar hoogstens een half voorgerechtje op en dan is het klaar. Als je met 4 of 6 mensen uit gaat eten, dan gaat het redelijk, want dan gaat ze op in het gezelschap, zeg maar. Dan eet ze gewoon niks, maar ze zit er wel bij. Wij gaan, dat wokrestaurant is wel een goed idee, want wij gaan dan zoveel mogelijk naar een buffetrestaurant. Om dezelfde reden als dat wok wat we net hoorden, omdat je dan zelf kunt kiezen wat je wil hebben en ook de hoeveelheid kan je dan zelf goed kiezen. Annette heeft altijd van de plastic doosjes mee als we ergens in horeca zijn, om de restantjes mee te nemen naar huis. Ze hebben ook altijd een rolletje met plastic boterhamzakjes mee om de restantjes mee te nemen naar huis. Ze heeft altijd in haar handtas zelf verpakte crackers, één cracker verpakt. Zodat als er niks te eten is, als er niets is wat zij kan eten, altijd nog een cracker kan opknabbelen. Nou, dus zo gaan we daarmee om. Maar het is af en toe een worstelpartij, dat is het wel. En Annette voelt zich vaak een muurbloempje en een vijfde wiel aan de wagen als er in de horeca zijn met meerdere mensen. Dat wou dus Annette even kwijt. Dus is eten dan nog leuk? Ik heb nog één opmerking van Wim. De vraag van Stefanie, is eten dan nog leuk? Annette zei wel spontaan, jawel hoor. Oh, gelukkig. Maar Annette is ook al van het hele positieve werk. Hè? Dat is wel een groot voorbeeld voor velen. Wim, die is niet goed te verstaan, maar die snapt wel goed dat je het dan in de chat kan zetten. En die zegt, ik kan alles eten en alles smaakt. In het begin was de smaak anders, maar nu is het volgens mij goed gekomen. Dus voor hem is het eten nog leuk. Of weer leuk. Dat is er misschien ook nog eentje. Ja. Dat was het. Dat was hem. Dan gaan we verder. Want ik zie de patiënten veelal alleen in het... kijk, de follow-up fase bij de hoofd-hals-tumoren is 5 jaar. Wanneer zoeken patiënten naar een diëtist? Dat is eigenlijk als ze na de behandeling nog veel klachten hebben met gewichtsbehoud. Dan zie ik patiënten echt langdurig nog terug. Of soms met zondevoeding afbouw of weer opbouw van vaste consistenties. Ja, dus ik zie dat eerste jaar zie ik patiënten heel frequent. En daarna moet ik zeggen dat een heel groot deel van de patiënten, dat ik die, mits er niet hele ernstige klachten zijn qua smaakverandering of... dan zie ik ze vaak niet en dan hoor ik eigenlijk ook niet meer op welke termijn ze nou echt weer een beetje met plezier eten. En ze zien het heel vaak van, hey, die diëtist die heeft dat medische. Hè, dat medische stukje, zolang ik niet op gewicht blijf, dan heb ik die nodig. Maar ik moet zeggen dat ik op de hele late termijn effecten heel weinig patiënten terugkrijg die mij vragen stellen over smaakverandering en wat ze daar nog zelf aan kunnen doen. En ik vind dat altijd vreemd, want dan denk ik, naar wie ga je dan toe met dat soort vragen? Hè, worden die vragen dan überhaupt gesteld? Of vind je zelf je weg erin? Of wordt inderdaad op termijn, worden dan de klachten minder dat mensen het meer accepteren? Of inderdaad weer wat terugkeer hebben van die smaak? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik zie vooral heel veel mensen worstelen in de eerste 2 jaar. Met die smaakverandering die natuurlijk heel lang kan duren. Ik ben zo vrij geweest om van de Make Sense campagne Antoinette en Wim even als voorbeeld te nemen. Want wat ik ook heel veel in de spreekkamer hoor, is dat mensen toch bekeken worden. Hè, als je een uiterlijke verandering hebt door het ziek zijn, is dat mensen ook soms gewoon niet op hun gemak zijn en niet op hun gemak uit eten willen gaan. Omdat ze dan lastig vinden dat mensen kijken. En als het dan inderdaad ook nog niet netjes gaat en gedoopt moet worden. En dat mensen daar niet mee op hun gemak zijn. Hè, dus dat wil ik in ieder geval onder de aandacht brengen. Dat is er. Hè? In ieder geval voor sommige mensen. Sommige mensen kunnen dat heel goed naar zich neerleggen. Hè? Daarom deed ik net al een dikke duim omhoog van. Hè? Sommige mensen die hebben dat naar zich neergelegd. En die kunnen dat loslaten.
Maar ik zie toch ook veel dat mensen daarmee worstelen en soms ook echt depressies van hebben. En ik heb laatst ook een gesprek met een patiënt gehad, die heeft daar zoveel last van. Die heeft eigenlijk spijt van de behandeling, die had het eigenlijk allemaal zo niet gewild. Maar je zit er toch mee. En dat is ook een patiënt die zich dan niet wil aansluiten bij de patiëntenvereniging. En dat heb ik natuurlijk meerdere keren aangekaart. Hè, van goh, er is zoveel meer en er zijn meer mensen die ermee worstelen. En als ik zie hoe die genieten, hè, want ik heb met jullie ook geluncht en op de landelijke ontmoetingsdag. Dan denk ik, ja, er is nog zoveel meer. Hè, en dat kan ook heel gezellig zijn op andere manieren. Stephanie, mag ik even inbreken? Ik zie dat Hanneke haar hand omhoog heeft. Ja. Vertel, Hanneke. Ja, dat deed ik toen jij vroeg, hoe komt het nou dat mensen niet meer komen in het derde, vierde, vijfde jaar? Ja. Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken, maar op een gegeven moment ben je het wel zat om patiënt te zijn. Dus ja. Dat had ik heel erg. Ik wilde niet meer naar de fysiotherapeut. Ik wilde niet meer, alleen het hoogst noodzakelijke, zal ik maar zeggen. Ja. En dan vind je wel je eigen weg in dat, met die smaak. Ja, die smaak is veranderd. Ik kan niet meer zo heel scherp eten. En langzamerhand leer ik daar beter mee om te gaan. Maar aan mijn nood niet dat ik denk, ik ga daar hulp bij vragen bij een professional, zal ik maar zeggen. Want dan ben ik weer patiënt. Dat wou ik als antwoord geven. Ja. Weten jullie dat de diëtist vaak gewoon aanwezig is bij de follow-up controles op het spreekuur? Bij ons in Alkmaar is het zo, ik zit letterlijk naast, in de kamer naast de arts. He, dus ook als mensen voor follow-up komen, en ook al zijn ze 3 jaar na het spreekuur, of 3 jaar na de behandeling, of 4 jaar of 5 jaar, dan kunnen mensen heel vaak gewoon binnenlopen. He, dus dan is het niet een extra bezoek aan het ziekenhuis, dan is het gewoon een combi van, oh maar goh, he, is de diëtiste toevallig, mag ik er nog iets vragen? He, dat kan heel makkelijk en dan hoeft het niet een extra afspraak te zijn. Maar misschien is juist wel de voorlichting via de patiëntenvereniging de weg. Hè? Dat mensen elkaar hier vinden en inderdaad op avonden zoals dit toch nog wat leren over de smaakveranderingen, wat je er zelf aan kunt doen. Misschien is dat inderdaad, want ik weet ook niet wat ik in mijn eigen geval zou doen. En zeker als mensen bestraling hebben gehad en 7 weken lang zoveel afspraken hebben gehad, die zijn het echt zat, dat merk ik ook. Ja, en dit, met alle respect, de diëtiste was voor mij degene die in de gaten hield of ik wel op gewicht bleef. Ja. Die bestralingen. En dat was best heftig, want ik wilde niet van mijn gewicht, ik wilde niet afvallen. Dus ik heb heel erg best gedaan met me aan het eten te houden. Maar ik was het wel zat om verantwoording af te leggen aan de diëtiste, zal ik maar zeggen. Ja. Met jouw beste bedoelingen, ik vind het erg leuk om je zo helder te horen vertellen. Want voor mij hebben die diëtisten vooral met verantwoording te maken. En dat was niet het leukste, vond ik. Nee, maar ik vind dat ook leuk om te horen. Want ik hoor hele wisselende berichten bij mij ook. Hè? Als patiënten klaar zijn met de behandeling. De een is blij dat hij van me af is, omdat hij me toch wel een beetje streng vond. En de ander die... Die zegt, nou, ik vond het zo prettig, ik kon gewoon mijn verhaal eventjes doen. Hè? Zo wisselend wordt het ook ervaren. Ja. En dan hebben ze allemaal dezelfde diëtist, hè, bij ons. Maar ik vind het wel altijd fijn om te horen wat dan de reden is. Dus, Eline. Eline. Ja, ik heb in de tijd weinig eigenlijk dingen gehoord over smaakverandering. Het was meer wat Hanneke zegt. Zorg dat je op gewicht blijft. En niet te veel afvallen. Ja. En zorg dat je zoveel flesjes voeding per dag neemt, et cetera. Maar het hele techniek van eten en smaakbeleving komt pas daarna. En ik denk dat daar in de patiëntenvereniging veel meer aandacht voorgekomen is, omdat je daar de ervaringen van andere mensen kunt horen en delen. Ja,
En ik moest het zelf in de tijd niet hebben van de diëtiste. Dat wil ik even zeggen. Nee. Niet ten nadele van jou, hoor. Daar gaat het niet om. Dat snap ik heel goed, Eline. Maar ik vind het fijn ook dat het besproken wordt, hè? Ja. Ik lees nog even twee reacties voor en er is nog een handje zo meteen, Stephanie. Antoinette zegt, andere optie is via een mail aan een diëtist een vraag stellen. Kan op jouw moment en er zit geen ziekenhuisbezoek aan vast. En geeft dit mogelijk minder het gevoel patiënt te zijn. Dat is natuurlijk een nieuwe ontwikkeling, hè, waarin we natuurlijk steeds meer digitaal onze hulpverlener of zorgverlener kunnen benaderen. Ja. Pieter zegt, de diëtiste is niet standaard in alle ziekenhuizen aanwezig. En dat is zeker waar, Pieter. En dit is ook iets, wij werken als patiëntenvereniging mee aan de richtlijn nazorg. En dit is echt ook een van de onderdelen waar wij als patiëntenvereniging heel veel aandacht voor vragen. Ja. Want naar ons idee is dit echt heel belangrijk. Maar misschien is ook het inzicht wel van, misschien moet er ook op een andere manier aandacht voor smaak zijn. Op een laagdrempelige manier. Nou, daar moeten we ook nog eens over nadenken. In de commissie voorlichting kunnen we daar misschien een creatief idee voor bedenken. Dat is leuk. Peter. Ja, ik had ook nog een vraagje. Mensen die niet meer kunnen ruiken, hebben die niet meer invloed op het ruiken of op het smaakgedeelte? Omdat volgens mij je neus en je tong heel belangrijk zijn voor de smaak. Als het goed is, kom ik straks terug op de verschillende soorten behandelingen. En daar kom ik zeker op terug. Want mensen met, zeker na TLE, hè, de mensen die... Palatalgeëcctomeerd. Ja, die geen reuk hebben. Die hebben zeker smaakverlies. Dus dat... daar hebben we het laatst ook met de logopedist over gehad. Daar zijn wel trucjes voor om aan te leren met luchthappen. Om dan die beleving een beetje terug te krijgen. En die smaak dus iets te verbeteren. Maar dat wordt ook niet overal aangeboden. En ik weet bij ons in het ziekenhuis bijvoorbeeld, daar wordt laryngectomie niet uitgevoerd. Dus daar heeft de logopedist bij ons ook niet de kennis van. Dus dat... Dus sommige patiënten in follow-up fase of die nog adjuvant behandeling moeten krijgen, die zien wij natuurlijk wel na laryngectomie. Maar echt de opererende ziekenhuizen, die hebben daar de meeste kennis over. Ja. Nou, alle vragen zijn nu weg. Oké, dan gaan we verder. Ik ben eventjes in twijfel of mijn dia van de verschillende behandelingen nog komt. Ik moet heel even kijken. Oh, dit wilde ik eigenlijk nog niet laten zien. Ik ga eerst even verder over hoe werkt smaak. Bij smaak zijn zo ontzettend veel dingen, zoveel factoren eigenlijk van belang. Je reuk, om te beginnen. Hè, dat was de vraag, de laatste vraag. Dus dat is leuk dat ik hiermee begin. Je reuk is ontzettend belangrijk om je smaak waar te nemen. Loop maar eens langs een bakker, ruik iets lekkers en het water loopt je in de mond. He, zeker het begin van je vertering. Dus dat is het begin van je smaakbeleving. Je smaakpapillen in de mond zelf, die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk om de smaak waar te nemen. Bij bijvoorbeeld chemotherapie, dat werkt op alle sneldelende cellen in het lichaam. En dus ook op de smaakpapillen. Dat zijn ook sneldelende cellen. En je ziet daarom dat mensen vaak bij de chemo smaakverandering hebben. En dat dat echt wel eventjes aanhoudt totdat die smaakpapillen opnieuw zijn, zich hebben hersteld. Opnieuw zijn aangemaakt. En dat varieert dus, dat smaakherstel bij chemotherapies varieert van weken tot enkele maanden. Maar dat is over het algemeen kortdurend. We zien eigenlijk na chemo geen lange termijn effecten van smaakverandering. Bij radiotherapie is dat anders. Dat hangt tevens samen met het volgende factor, dat de speekselklieren vaak in het bestralingsveld vallen en dan zo'n opdonder krijgen van de bestraling dat die speekselbalans gewoon zoek is in de mond. En speeksel is ontzettend belangrijk, dat voert eigenlijk langs die smaakpapillen
dat neemt, zeker bij de slikbeweging, dat neemt het mee. En dat voert naar die hersenstam. En daardoor is speeksel belangrijk om de smaak waar te nemen. Hè? Want je hersenen moeten het registreren dat je iets proeft. Dus de smaakpapillen alleen, die zorgen er niet voor. Het is echt een samenwerking van de smaakpapillen en het speeksel wat nodig is om... Dat maakt ook dat mensen die bestraald worden vaak lang effect hebben van smaakverandering. Omdat dat speeksel vaak... Hè, mensen hebben vaak een drogere mond. Dus dat herstel duurt echt vele malen langer. Mondgevoel speelt natuurlijk zeker een rol. Hè, denk maar aan een sappig mandarijntje of een broskoekje. Mondgevoel, iets knapperigs, dat speelt zeker een rol in hoe iets wordt beleefd aan smaak. De temperatuur speelt een rol van voeding. En je ogen willen ook wat. Hè, als het mooi geserveerd wordt, dan doet dat zeker wat op je beleving van de smaak. En ik vind het grappig, want ik ben zelf echt een ontzettende liefhebber van Italië. En dan eet je iets lekkers in Italië en dan neem je iets mee om thuis nog eens te maken. Met een lekker wijntje bijvoorbeeld. En thuis proeft hij altijd anders. Hè, de sfeer, de ambiance als je uit eten gaat. Of dat kan allemaal. Hè, de gezelligheid, de relaxedheid in je lijf speelt allemaal mee in de smaakbeleving. Ik kom er even tussen beiden, Stephanie. Ja. Ik heb nog een nagekomen bericht. Het is de vader van Kalijn. Mijn vader nam ook weinig aan van de diëtisten en gruwelde van die flesjes die hij van haar moest drinken. Voor mij als naaste vond ik het terecht, want zij zei, want hij wilde dat hij aankwam en dat hij aan zou sterken, zodat hij zonder eruit kon, nou, enzovoort, enzovoort. Tipje voor de diëtisten, daar komt hij. Mijn vader deed een steen in zijn zak tijdens het laatste weegmoment. Ah, lieve slimmerik. Ja. Dus dat kan ook. En Hanneke vraagt zich af waar de smaakpapillen allemaal zitten. Die zitten eigenlijk over de hele tong verspreid. En vroeger werden er wel plaatjes laten zien. Hè, dat bijvoorbeeld aan de rechterkant of aan de buitenzijde, dat daar de zure smaak. Dat is niet waar. Die smaakpapillen zitten over de hele tong verspreid. En volgens mij, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker, volgens mij zit het zelfs ook in het slijmvlies van de wang. Dat zou ik nog eens op moeten zoeken. Want ik weet niet of dat ik zien wij graag tegemoet. Dan leg ik dat nog vast in het verslag. Ja, heel goed. Maar dus de speeksel of de smaakpapillen zitten over de hele tong verspreid. En op de hele tong verspreid worden de diverse smaken worden waargenomen. Dus het is niet zo dat je met het puntje alleen de bitter proeft. Of juist achter op de tong. Dat wordt echt door de hele tong opgenomen. Helemaal goed, dat waren de vragen. Ja. Als je nou last hebt van smaakverandering, naar wie ga je dan toe? Ben je beter af bij een kok of bij een diëtist? Nou, dat kan ik je niet vertellen. Want ik denk dat het lastig is om bij een kok adviezen te vragen. Hè, gericht op smaakverandering. En de diëtist zit nou eenmaal in het medisch team van de behandeling. Dus ik denk dat de meeste vragen die mensen hebben bij een diëtist terechtkomen. Maar het zou eigenlijk heel logisch zijn. Als een kok een leuke smaak of kookcursus kan geven. Hè? Want ik denk dat het eigenlijk meer het werk is van een kok om smaakverandering. En zeker om te zoeken naar welke smaak past op dat moment bij jou. Een diëtist is die heeft zeker handige hulpmiddelen. Maar ook lotgenotencontact onderling. Denk ik dat het ook een heel groot verbeterpunt kan zijn. Hè? Als meer mensen zich aan zouden sluiten bij de patiëntenvereniging en dat over en weer kunnen uitwisselen. Misschien is dat wel de grootste bron van informatie voor elkaar, hè? Dat weet ik niet. De familie Kuin zou graag iets willen toevoegen. Ja. Vertel. Nico, je staat op stil. Die meldde net dat je voor smaak en smaakverandering en zo niet zozeer bij een kok moet zijn, maar wel bij een diëtiste.
In tegenstelling daarvan kan ik melden dat er in het ziekenhuis in Hoorn, maar misschien kent Stefanie die wel, de chef-kok daar is super gespecialiseerd in smaakveranderingen en smaakaanpassingen. Die hebben we een keer als lezing ook gehad in het district. En dat was heel leuk en interessant. En de man is daarvoor zelfs wezen studeren in de Universiteit van Gent. Maar het is een hele expert op het gebied van smaak en smaakaanpassingen. Dat wil ik even toevoegen. Ik weet inderdaad niet of het Gent was of Leuven, maar één van de twee. Klopt. Ja. Ik heb inderdaad ook een scholing van hem ooit eens gehad. Ik weet zijn naam alleen niet meer. En hij is heel gedreven, maar zo zijn er meerder hoor, die deze scholing hebben gedaan. In het land, weet ik. Maar ik vind het altijd zo jammer, want ook een ziekenhuiskok, wat spreekt hij een patiënt? Eigenlijk ook heel weinig. Hè? Die staan in een grote gaarkeuken. En ik denk dat de samenwerking daarin beter kan. En misschien hoeft het niet eens in een ziekenhuis te zijn. Hè? Kan het ook een kok zijn die je via de patiëntenvereniging, dat je eens in de zoveel tijd een soort kookworkshop zou kunnen aanbieden. Ik zie ineens kansen. Inmiddels is Marie-Louise, net als ik, hebben we gegoogeld. Smaakpapillen zitten vooral op de tong, maar ook in je keel en op je gehemelte. En in het slijmvlies inderdaad. Ja. En er vraagt iemand, ken je Jelte Kuipers uit Leuven? Oh, die ken ik niet persoonlijk, nee. Dus zaterdag staat hij bij de Landelijke Dag van Longkankervereniging om voorlichting te geven over smaak na kanker. Leuk. Dus, nee, zo zijn er meerdere mensen mee bezig. En ik weet dat mijn voormalig collega, die werkt inmiddels op het hoofdhalsspreekuur in het VU. VUMC, Kelly Duin, die heeft onder andere het smaakkompas ontwikkeld. Er zijn heel veel collega's mee bezig. Maar inderdaad, ja, ben je beter bij een kok af of een diëtist? De diëtist ligt voor de hand vanwege de, omdat je al in het behandelteam zit. En ja, we kunnen zeker meedenken. En de meeste diëtisten hebben ook een grote ambitie voor koken, denk ik. Anders ga je niet zo'n richting qua studie doen. Maar inderdaad, die koks, ja, die kunnen hier zeker ook een grote rol in spelen. Dat denk ik ook. Dat was het weer. En bedankt voor het opzoeken van de info. Heb ik ook weer wat geleerd. Ik dacht, ik durf het niet te beweren dat het zo is, maar ik dacht inderdaad dat het ook meer in de mond beleving geeft. Want ik zat daar zelf aan te denken door mensen met een klosprothese. Als je een stuk, of ook een kunstgebit, hè, met een stuk plastic in het gehemelte, dat geeft ook smaakverlies. En mensen met een klosprothese in het verhemelte hebben ook vaak smaakverlies, waar je niks tegen kan doen. Hè? Het is gewoon minder smaakbeleving. Je roept een heleboel vragen op, hoor. Want Wieger die wil nou ook wat weten. En daarna wil Hanneke ook nog wat zeggen. Vertel. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat het referentiekader. Waarom wil ik het maken toen ik mijn smaak terugkreeg? Wat waren de antwoorden voor mij van ons maken? Ja, ik zeg wel lekker. Maar niet naar kaas. Of niet naar brood. Wieger, je mag even. Wieger, even, want we kunnen jou slecht verstaan. Kan jij ietsje of dichter bij je laptop gaan zitten en anders je verhaaltje even willen typen? Gaat het zo beter? Dit is wel beter, ja, maar je moet even rustig spreken. Ik had het idee toen ik mijn smaak terugkreeg dat het referentiekader een hele grote rol speelde. Dat de smaken eigenlijk veelal niet meer identiek zijn. Wel benaderen, maar dat het laatste stukje, omdat je weet hoe het moet smaken, dat toch weer naartoe gaan. Dus ja, eigenlijk, dat je weet hoe iets moet smaken. Dus. Ja, ik herhaal het, want ik zie het. Ik weet niet. Ik ga ervan uit dat mensen moeilijk kijken. Naar de laryngectomie.
Stephanie, ik herhaal het even, want ik zie een paar mensen kijken alsof ze het niet hebben verstaan. Wat Wieger aangeeft, hij zegt, ja, ik heb het idee dat smaak ook iets doet met referentiekader. Want ik heb het idee dat ik bij benadering wel ongeveer proefde wat ik hoorde te proeven. Maar dat ik eigenlijk ook een beetje invulde hoe het zou moeten proeven. En dat het daardoor ook zo smaakte, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Wieger is inderdaad geladen gectomeerd. Ja. Klopt dat een beetje, Wieger? Is dat een beetje wat je aangaf? Ja, hè? Ja. Na een laryngectomie heb je natuurlijk wel de smaakpapillen. Je hebt wel nog het speeksel. Maar doordat je de reuk mist, mis je een heel belangrijk deel van de smaakbeleving. Dus het kan zijn dat die heel veel stukken minder is, maar dat die zeker nog aanwezig is. En zoals Wim net mooi vertelde, die zei, mijn smaak is eigenlijk... Nou ja, zoals het ongeveer was, inmiddels, hè, na verloop van tijd. Dat kan ook gegroeid zijn, omdat hij zichzelf iets heeft aangeleerd, waardoor hij toch een beetje lucht meeneemt, om die beleving van die reuk, daar is een techniek voor. Daar heeft Pauline ook een keer iets over verteld. Om inderdaad een beetje dat lucht mee te happen naar binnen. Om die reuk toch een heel klein beetje te ervaren. Om de smaak ook te verbeteren. Maar soms doen mensen dat automatisch. Gaan dat zelf... toch zichzelf aanleren. Na verloop van tijd. Hanneke. Ja, dankjewel. Ik had die vraag gesteld over die tong. Want ik hoorde jou inderdaad zeggen smaakpapillen in de mond... Ja. En, ik ben gelukkiger met een knosprothese. Ja. En inderdaad, ik mis mijn gehemelte in het proeven. En dat is niet op te lossen. Ja, ik kan natuurlijk een beetje meer mijn wangen gebruiken, maar dat gaat eigenlijk ook niet, want dan gaat het achter die knosprothese zitten. Ja. Ja. Dus het blijft een beetje, een beetje minder dan het was, zal ik maar zeggen. Dat wou ik even aanvullen. Maar dankjewel. Dat je dat ook als voorbeeld noemde, want ik hoorde niet zo vaak, krijg ik daar informatie over. Nee. En ik had inderdaad, ik mis dus een dia in mijn verhaal. Ik weet niet waar die gebleven is. Die had ik namelijk wel erin staan. Je hebt natuurlijk chemotherapie, dat geeft over het algemeen dus heel kort smaakverandering. Je hebt bestraling, dat geeft op het hoofd-halsgebied, doordat die speekselklieren gewoon een flinke opdonder krijgen van de bestraling. Geeft dat langdurig smaakverandering. Kan echt wel 2 jaar duren voordat dat weer een beetje is waar we het uiteindelijk mee moeten doen. Hè. In die tussenliggende tijd kan het nog verbeteren. Waarom? Omdat die speekselklieren, die verhouding van het speeksel wat ze produceren, daar moet weer een soort balans in komen. En dat kan heel lang duren. En koubewegingen, door veel koubewegingen te maken, stimuleer je die speekselklieren. En sommige mensen kunnen die koubeweging niet maken. Eén, omdat ze geen gebit hebben. Twee, omdat ze een te droge mond hebben, waardoor ze het niet wegkrijgen. Ja, dus dat werkt in de hand, dat als je die koubeweging niet gaat maken, dat ook langer aanwezig kan zijn, die smaakverandering. Dus ik probeer als diëtist wel echt altijd op te letten dat mensen uitgedaagd worden om die koubeweging tijdens de behandeling zo lang mogelijk te blijven doen. Tot het echt gewoon blaren en pijn en niet lukt. Dan is het niet anders. Dan snap ik heel goed dat je jezelf niet gaat pijnigen en dat je overgaat op vloeibaar. Maar ook na de behandeling, hè, als mensen echt 3-4 weken verder zijn en het begint allemaal te genezen, dan raad ik echt altijd aan om weer te herstarten met een beetje koubeweging. Al is het op niks. Al ga je alleen al die koubeweging nadoen. Dat kan al schelen. Dus puur voor die stimulans van die speekselklieren. Om het speeksel een beetje op gang te krijgen. En een beetje ter droogte van de mond. Ook om de smaakherstel te bevorderen. Ja. Als we kijken naar verschillende operaties. Ja, daar zijn er zoveel verschillende. Sommige zijn zo klein, kleine resectie van een tongtumor, die zien niet eens een diëtist.
Die hebben mij helemaal niet nodig tijdens na de operatie. Ik heb ook patiënten natuurlijk met een commando die tijdelijk echt weer heel veel moeite moeten doen om aan de nieuwe consistenties te wennen. En ik heb TLE-patiënten hebben wij in het ziekenhuis niet, hè, de laryngectomie. Dus die zie ik postoperatief niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat smaak, doordat die reuk er niet is, dat heel veel minder is of helemaal weg is. Dat ook een andere uitdaging geeft. Maar we hebben natuurlijk ook operaties die minder voorkomen, zoals de klosprothese en de... daarom hoor je er minder over. Maar ja, ze zijn er wel. En dat heeft zeker invloed op de smaakbeleving. En dat is, ja, met zo'n klosprothese is het blijvend. Hè, dan verwacht je verwacht wel even goed dat nog een klein beetje herstel heeft net na de operatie. Omdat het allemaal gezwollen kan zijn en moet helen. Maar ja, als dat eenmaal goed geheeld is en het past allemaal goed, dan verwacht je daar geen verder herstel van. En dan kun je aan de slag gaan ermee. Maar dan is het vooral vaak de consistenties oefenen die weer gegeten kunnen worden op den duur. Om de smaak, om niet zozeer voor de smaakbeleving, maar meer voor het weer meer kunnen eten in gezelschap. Hè? Dat dan mee geoefend kan worden. Ja, ik kan wel bijna alles eten. Een beetje kleine hapjes of zo. Maar... Ja. Wat ik wel merk is dat het laatste jaar of zo, ik scherp en heel zuur, dat gaat niet goed. Daar reageer ik nogal heftig op. Maar het laatste jaar wordt dat wel minder. Alsof ik geleerd heb van het is maar even en stel je niet zo aan. Want in het begin kon ik echt, verbeet ik mezelf helemaal. Maar nu kan ik denken, oh ja, het smaakt niet zo, het gaat niet zo goed, maar over 5 minuten is het over of zo. Ja. Dus je leren ontwikkelen, toch in de korte tijd. Ik zie ook net na de behandeling, en of dat nou een operatie is of chemo en bestraling. Ik zie heel vaak dat net na een behandeling, dat mensen het heel spannend vinden als ze iets voelen. Dat ze denken, misschien doe ik er iets kwaad mee. Hè? Dus ik kan dat beter een tijdje niet doen. Ja. Terwijl je in principe er niks kwaad mee doet. Het is alleen even vervelend. He, en ik snap inderdaad dat je daar niet denkt, ik eet door, want we zijn niet geneigd om onszelf te pijnigen. Maar dan is het wel goed om het een paar weken later nog eens te proberen. He, om niet echt te denken van, dat kan ik dus nooit meer eten. Dat hebben jullie inmiddels allemaal ervaren, een tijd na de behandeling. Maar ik heb echt mensen die onnodig lang een zonde hebben, zo'n pechzonde. Bij bepaalde behandelingen krijgen ze preventief een pechzonde. Omdat ze dan na de behandeling niet snel genoeg weer die stap durven te zetten om weer te gaan eten. Ik heb een handje van Peter. Ja. Even op Anneke ook terug te komen. Ik heb hetzelfde de gevolgen gehad en nog steeds. Ik maak een weefsel aan en mijn neus doet het niet meer. Maar wat is er nou gebeurd? Mijn extreem. Mijn tong is extreem gevoelig geworden voor alles. Zodra ik een bepaalde vrucht of zo in mijn mond zou doen, moet eerst mijn tong eraan wennen en dan kan ik verder blijven eten. Dus dat heeft best wel impact op je. Ik ben al 18 jaar verder en het gebeurt nog elke dag. Ja. En dan wou ik ook nog even vertellen van, wij hebben niet alleen problemen met eten, maar wij zijn ook altijd het laatste klaar met eten. En we zitten meestal aan het koud te eten. Ja. Dat maakt het ook zeker niet makkelijker om door te blijven eten. Want dat beïnvloedt zeker ook de smaak, hè? Ja, inderdaad. Daar zijn ook weer trucjes voor. Want er zijn ook bijvoorbeeld van die borden die langer warm blijven. Maar die heb je ook niet altijd voor handen. Die moeten ze nog in bij de patiëntenvereniging in de winkel gaan aanbieden. Ja. Ja. Peter, het is een goed idee. Jan-Marie, schrijf op. En hetzelfde geldt voor bekers die een opstaand randje hebben naar buiten toe. Die kunnen heel erg helpen bij mensen die lekkage hebben omdat ze geen gevoel hebben in de onderlip. Moet ik even denken hoe die beker heet. Je hebt van die bekers met een opstaande rand. Moet ik even snel spieken of dat de Heidi-beker is.
Anders dan stuur je het maar even op, want ik denk dat wij hier maar eens even achteraan moeten gaan, Jan-Marie. Want dat kan ontzettend, dat heet een Heidi-beker. En die heeft een opstaande rand. En dat kan ontzettend schelen in verlies van vocht tijdens het drinken. Ja, en dat Stephanie, en er zou eigenlijk ook eens een lepel moeten ontworpen worden voor mensen die niet meer kunnen zuigen. Want als wij met een lepel soep eten, kunnen we het niet naar binnen zuigen. Dus we moeten altijd een diepe bodem in de lepel hebben. Maar die zijn ook bijna niet te krijgen. Nee. Ik zie mogelijkheden. Ik ook. Je zou zeggen dat ze er moeten zijn. En anders van die Chinese lepels, hè? Want die zijn nou echt wel wat dieper. Die soeplepels. Maar die zijn vaak van aardewerk. Dus of dat lekker eet, weet ik ook niet. Nee, dat weet ik niet lekker. Nee. Als ik mijn patiënten aan de slag ga met smaakverandering, dan geef ik eigenlijk altijd als eerste tip, probeer eigenlijk te vergeten wat je eerder echt lekker vond of niet lekker vond. Dat je smaakgeheugen, die raak je niet kwijt. Hè? Dus je weet hoe boerenkool hoort te proeven en hoe een banaantje smaakt. Maar je moet eigenlijk loslaten dat als je bijvoorbeeld, ik heb een plaatje van vis opgeschreven, een stukje zalm. Ik heb natuurlijk zat mensen die zeggen, ja, maar ik lust geen vis. Het kan namelijk best zijn dat je smaak zo dusdanig verandert dat je dingen lekker gaat vinden na zo'n behandeling met hoofd-halstumoren, dat je dingen lekker gaat vinden die je eerder nooit lekker vond. En zo zie ik ook dat soms koffieliefhebbers absoluut geen koffie meer lusten. Of andersom. He, dat mensen opeens de koffie juist heel erg gaan waarderen. Of als dat je een heel erg zoete kou bent. Dat je dat gewoon helemaal niet waarneemt. De zoete smaak. Dus dat je voorkeur nu eigenlijk veel meer ligt bij hartige producten. Dus het is altijd goed om echt weer bij nul te beginnen. En te gaan ontdekken. Wat vind je op dit moment lekker? En de beste website die ik heb kunnen vinden in de laatste jaren is smaakcheck.nl. Om te achterhalen welke basissmaak je kan proeven. Of nu op dit moment proeft. Die achterhaalt eigenlijk van, goh, hou je van fris, zuurige dingen? Geniet je nu op dit moment van? Maar dan moet je dus die vragen heel erg invullen in het hier en nu. Hè? Wat vind je op dit moment lekker? Want je wil natuurlijk achterhalen, als tweede stap, welke smaken proef je op dit moment? Is dat zoet? Is dat zout? Is dat zuur? En ook dat kan na zo'n behandeling, vooral met bestralingsbehandelingen, kan dat nog heel erg veranderen in het eerste jaar. Dus het kan goed zijn om dat wat vaker te bekijken, om te kijken van, goh, waar gaat op dit moment mijn voorkeur naar uit? Dan kan je namelijk ook heel gericht op zoek gaan naar welke voeding je kan toevoegen aan bepaalde producten. Ook als je helemaal niks meer proeft, kan het goed zijn om toch die basissmaken te achterhalen door enorm te gaan overdrijven met smaken. En dat heb ik dus geleerd van de kok uit Horen. Die ging ons jammetjes laten proeven met allemaal toevoegingen. Dus de ene ging zout op, de ander ging echt overdreven veel suiker op en ja, nog eentje met honing en nog iets met bitter. Om gewoon die smaakbeleving, wat gebeurt er nou in je mond als je iets gaat toevoegen? Dus ook als je helemaal niks proeft, kan het echt werken om te gaan overdrijven met smaken. Dus ook al is een soep normaal al hartstikke zout en hoef je dat echt niet levenslang enorm te gaan toevoegen aan zout. Maar om die basissmaken te achterhalen waar je nog enigszins een beetje beleving aan ervaart, is handig om te achterhalen. Als je dat namelijk eenmaal weet, en smaakcheck.nl, die heb ik er echt nog even in benoemd, want ik heb hem voor mezelf even ingevuld, maar ik vul hem heel vaak met patiënten ook in. Dat kost je 2 minuten tijd. Nou, als je het als diëtist met een patiënt gaat bespreken, duurt het iets langer, maar dan nog is het de moeite waard. Hier is een van de vragen. He, welke ijssmaak heeft op dat moment je voorkeur? Is dat vanille, kaneel of citroen? En ook weer echt loslaten van wat vond ik vroeger altijd lekker? He, hoe is die beleving nu? Dat gaat over thee, dat gaat over sausjes, dat gaat over groenten. Hoe vind je je worteltjes het lekkerst? Zoet, zuur, gekookt of rauw?
Dat soort vragen staan erin. En dan komt een smaakwiel uit. En hier zie je hem van mij. Hè, dus waar mijn smaakvoorkeur naar uitgaat. En wat ik vaak bij patiënten zie. Hè, met mijn smaakbeleving is over het algemeen niks mis. De laatste dagen wel, want ik ben echt ziek geweest. En ik had geen smaakbeleving eventjes. Ik zie bij patiënten vaak een deel van het wiel tevoorschijn komen. Hè? Dus dat ze gericht op zoek gaan naar bijvoorbeeld de filmende producten. Ik zie eigenlijk dat gele onderdeel wat jullie hier zien. Dat zie ik bij heel veel patiënten na hoofd-hals-tumoren zie ik dat terugkomen. Dat een filmend gevoel, een beetje een vettig gevoel, mondgevoel, op den duur na de behandeling, dat ze dat lekker vinden. Hè? Dus... Romige producten, stamppotjes. Waarom? Het glijdt makkelijker, zeker bij een droge wond. Dan kun je ook heel gericht met die kruiden, maar ook met fruitsoorten, met groenten, een beetje kijken van, waar zou ik eens mee kunnen variëren? Hè, dat brengt soms ook gewoon op ideeën om wat dingetjes te gaan proberen. Dus ik doe die smaakcheck, doe ik geregeld op de... hoofd-hals-oncologie, echt in de follow-up fase. Dus als patiënten bij mij komen met, ik heb nog steeds, ik vraag het eigenlijk altijd nou, hè, hoe is de smaakbeleving een aantal weken na de bestraling bijvoorbeeld, en daar kom ik dan nog enige keren op terug, hoe dat ervaren wordt, en kijk heel vroeg na de bestraling, als het gewoon allemaal nog pijnlijk is, en dan heeft het nog niet zoveel zin om met die smaakherstel aan de slag te gaan. Je moet eigenlijk eerst die koubeweging weer gaan stimuleren. En dan zijn er gewoon andere dingen van belang. Maar uiteindelijk, als het allemaal wat genezen is en mensen zijn weer aan het eten en echt een beetje zoekende in wat ze op dat moment lekker vinden, dat is het moment om ermee aan de slag te gaan. Stephanie, ik heb nog weer twee vraagjes tussendoor. Ja. Ik had nog een oude opmerking van Wim. Die zei van dat ruiken, dat gaap-ruikmethode, zullen we zeggen, daar trek je hele rare gezichten van. Dus dat zag hij zo niet zo zitten. En nee, Wim geeft aan dat alles wat hij vroeger niet lustte voor een TLE, vindt hij nu allemaal lekker. Ja. En Pieter geeft aan dat er warmhoudborden zijn die wat duurder zijn, maar daar gaan wij nog even achteraan. En dan hebben we nog Eline met een handje. Vertel. Ja, ik vind het heel erg om over smaak te praten, maar weet je, de techniek van het eten en wat kun je wel en wat kun je niet verdragen. Dat is eigenlijk toch min of meer bepalend voor wat je portie neemt. En je hebt niet zoveel keuze in smaken dan, want je bent beperkt in wat je kunt verdragen, bijvoorbeeld zoals ik op een bestaande toon. Dus ja, dat beperkt je smaakbeleving toch ook enorm, wil ik eigenlijk opmerken. Zeker, daar ben ik met je eens. Ook als mensen gewoon niet kunnen kauwen, omdat ze, ik heb natuurlijk ook sap-patiënten die gewoon helemaal geen gebitsprothese op dat moment hebben. En dus gewoon dat niet kunnen verdragen, maar ook mijn hele gevoelige slijmvliezen hebben. En dus bepaalde producten achterwege laten, maar door die smaakcheck in te vullen, komt dat eigenlijk ook min of meer naar voren. En die filmende producten, die ik dus heel veel naar voren zie komen, als ik de smaakcheck bij hoofdhalsers doe, dat zijn eigenlijk ook allemaal zachte producten. En mildere smaken, die vaak wel verdragen worden door patiënten. En vaak door met iets van romige producten toe te voegen, haal je de zuurgraad van groente en fruit ook naar beneden, onder andere. Want ik zie eigenlijk na de bestralingsbehandeling dat mensen specerijen slecht kunnen verdragen. Groene kruiden gaan vaak goed, maar de specerijen lukken vaak niet. Tomaten niet. En echt de fruitsoorten. Hè, dat heeft gewoon zo'n hoge zuurgraad. Dat bijt in het slijmvlies. Hè, dat is gewoon te gevoelig. Dus vaak door dat te mixen met romige producten. Zuivel. Kan dat wel weer... Dat betere combinaties zijn. Ja, dat was hem. Ja? Maar smaakcheck.nl, ik vind het een handig hulpmiddel om gewoon eens te kijken. Hè. Het is gratis. Je kunt het eens voor jezelf invoeren in een paar minuten tijd.
Je hoeft ook, er wordt wel, er is één bladzijde of één dia eigenlijk waar je je gegevens kan invullen. Dat hoeft ook niet. Je kunt gewoon daaronder gewoon naar het advies klikken. Dus je hoeft je gegevens niet achter te laten op de website. Dus dat is ook de reden dat ik het met de patiënten vaak gewoon kan doen in de spreekkamer. Dan hebben we als hulpmiddel het smaakkompas. Dat is ontwikkeld door mijn collega in het VU, Kelly Duin, in samenwerking met het Wereldkankeronderzoeksfonds. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het smaakwiel wat je eigenlijk laat zien bij het smaakcheck.nl. Alleen dit gaat echt uit van de basissmaken. Dus je ziet zuur, zout, umami. En je gaat dus inderdaad, er staan allemaal adviezen op. Hè, dus als je voorkeur uitgaat naar bijvoorbeeld zoet, staan er allemaal gewoon praktische tips op wat je eens kunt proberen om toe te voegen. Hè, zoete marinade op het vlees of wat vaker kiezen voor wortel of zoete aardappel. Mais of stoofpeertjes als bij de warme maaltijd. Hop, ik ging te snel. En zo geldt dat eigenlijk voor alle andere basissmaken ook. Om zo eens te kijken van, goh, wat zijn ideeën? Mensen bij mij zeggen ook heel vaak, ja, ik worstel gewoon met het eten omdat het gewoon een zoektocht is. En die kan ik ook niet wegnemen, want ik heb niet een kant-en-klaar lijstje wat voor iedereen werkt. Was het maar zo mooi, want iedere situatie is anders, afhankelijk van gebit, welke operatie er heeft plaatsgevonden of behandeling heeft plaatsgevonden. Dat is ook samen met de patiënt kijken wat makkelijk gaat en wat bevalt op dat moment. Dan is er ook nog natuurlijk de beleving van het mondgevoel. He, wat kunnen mensen eten, maar wat is ook nog een prettig gevoel. Hè? Als iets krokants niet mogelijk is omdat je geen gebit hebt, ja, dan valt dat af. Dan zul je dat ook niet ervaren. Maar vaak merken mensen dan wel of ze bijvoorbeeld hele koude producten lekker vinden. Of juist kamertemperatuur of iets fris. Romige producten, iets wat een tintelend gevoel geeft. Hè? Een beetje spaarrood of een alcoholvrij biertje of een gewoon biertje. Hè? Maar dat kan soms echt prettig aanvoelen. En ook bij dus mensen zonder gebit is daar echt variatie in mogelijk om uit te proberen. Maar het is ook echt achterhalen, wat is dat voor... Ik vind bijvoorbeeld een bite eigenlijk altijd belangrijk. Hè? Als ik zelf aan het eten ben. Dus iets knapperigs erin. En zo kom ik met patiënten vaak tot allemaal combinaties die je niet van tevoren bedenkt. Hè? Een tukkoekje met Franse kaas. Waarom? Als je een Frans kaasje erop doet, dat geeft een heel filmend gevoel in de mond, omdat het heel vet is. Ik heb dat bijvoorbeeld zelf gehad toen ik corona had en helemaal geen smaak had. Toen ben ik de keuken ingedoken. Toen dacht ik, nou, dan kan ik eens ervaren hoe dat is. En ik ben van alles in mijn mond gaan stoppen en gewoon gaan kijken wat gebeurt er. Hè? Eet maar eens een mandarijntje zonder dat je überhaupt het ruikt of proeft. Ik proefde het helemaal niet. Ik voelde alleen dat het sappig was. Ja, er gebeurt wel wat in je mond als je een mandarijnpartje koudt. Ik had toen ook Franse kaas in huis. Dus ja, ik vond dat een lekker mondgevoel. En ik zie dat patiënten vaak ook comfort geeft. Ik had het van de week met een patiënt. Daarom had ik hem erbij gezet. Onderaan cake shake. Er was een echtgenote van een patiënt van mij. En die had een cake gebakken. Verse cake. Nou, en die patiënt die kon er wel wat aan doen. Die zegt, ja, dat hele huis ruikt lekker naar de cake. En ik kan het niet eten. Na een commando-operatie. Wordt inmiddels bestraald. En hij zegt, ik was zo jaloers. Ik heb een plak cake afgesneden. Ik ben het gaan mixen met melk. Ik heb er een shake van gemaakt. En het was toch lekker? Zo maak ik ook dat ik de ervaringen meeneem van andere patiënten naar mijn volgende patiënten. De nieuwe groep die eraan zit te komen. Ja, die ervaringen neem je mee. En om eventjes terug te komen op Carlijn. Ik ben inmiddels heel blij dat drinkvoeding op de markt is.
Want het is een heel handig hulpmiddel als het tijdelijk niet lukt met eten. Maar ik zie natuurlijk ook dat het voor sommige patiënten absoluut niet te doen is om te drinken. En ik geef patiënten eigenlijk heel vaak een eiwitturflijst mee. Om gewoon eens te kijken, gewoon, als je puur moet eten, wat levert een bepaalde voeding je op? En waarmee, hoe kun je variëren? He, dus daar staat onder andere, ook nu staat een cake shake, heb ik er van de week bij geschreven. Dat ik denk, ja, ik vind dat dan leuk om patiënten wel op ideeën te brengen of om een slaatje te pureren. Want ik ben zelf ooit diëtist geworden vanwege het feit dat ik ooit een hele grote kaakoperatie heb gehad. Ik wilde namelijk kok worden en ik werd uiteindelijk de diëtist. Want ik werd geopereerd en ik kreeg vervolgens alleen maar die drankjes. In twee smaken destijds, want ze waren toen alleen bij de apotheek verkrijgbaar in vanille en aardbei. Vergeet ik nooit meer. Ik kan die geur, als ik dan een flesje openmaak, ik kan dat nog niet aan. Gewoon omdat dat zo'n aversie in me oproept, dat ik denk, ah. Oh. Ik zou ook denken van nou, als het niet nodig is, niet doen. Maar ik ben inmiddels wel blij dat ze er zijn, want in heel veel gevallen lukt het patiënten wel. En is het een hele mooie aanvulling op de voeding. Maar ook die kunnen weer gevarieerd worden met smaken. Hè? Ik heb mensen die daar ook een shakeje van maken. Of er wat fruit door doen. Of karnemelk door doen om het wat frisser te maken. Daar geven wij ook heel veel advies in. En als ze het niet nodig hebben omdat ze aan haringjes gaan. Of andere eiwitrijke producten. Nou ja, nog mooier. Als het lukt. Wim zegt, ik vond tijdens de bestraling die drink vooral heel erg vies. Ja, en wat ik dus heel veel zie, is dat patiënten, naarmate de behandeling bijna klaar is, dat ze zeggen, hé, mijn smaak is nu helemaal weggevallen. Het maakt me geen ene mallemoer meer uit. Ik neem ze gewoon. En dan, zodra die smaak wegvalt, en ook je reuk minder is hè, tijdens zo'n behandeling, kan het opeens zijn dat mensen zeggen van, nou, dat is het makkelijkste wat nu nog gaat. Dus ik zie ook soms dat het moeite kost om patiënten er weer vanaf te krijgen. Door al dit enthousiaste gevraag zie ik wel dat we nog 10 minuten hebben. Ja. Ik wil, ik ga ook richting het einde. Ik wil eigenlijk met jullie even bespreken. Wat is op dit moment jullie favoriete gerecht? Want ik denk dat het heel mooi is om van elkaar te leren. Hanneke. Van Eline hebben we het net al gehoord. Dat zijn de maaltijdsoepen. In alle verschillende combinaties. Mijn favoriete gerecht is een pizza 4 kazen. Ja. En dat heeft ook dat kloppende gevoel. Ja. Ik wou nog zeggen over die vieze drankjes. Die deed ik in combinatie met kwark. Want daar had ik en nog meer eiwitten. En dan was het tenminste niet zo zoet. Ja, precies. Oké, maar dat wel. Annette zegt, ik krijg heel veel slijmvorming van die drankjes. Ja, dat komt omdat ze heel vet zijn. En dat vet, dat laat eigenlijk een laagje achter in je keel. En dat voelt hetzelfde als slijm. Het is alleen geen slijm, het is echt een vetlaagje. En het spoelt weg als je het naspoelt met water of met een slokje thee. Want het stimuleert niet je slijmproductie. Dat is een fabeltje, ook van alle andere zuivelproducten. Wel een hardnekkig fabeltje overigens, want we horen nog genoeg longartsen die het roepen. Maar het is echt een fabeltje, het is een vetlaagje. Maar het is Peter. Heel heerlijk. Peter. Nou ja, ik zei het al, hè. Mokken en zoveel mogelijk vis. Mokken, ja. Ja. Pieter. Nou. Oh ja, niet zozeer favoriet, maar mijn favoriete kookmiddel waarbij je heel veel kan, de slow cooker. Ja. Daar ben ik ook een groot fan van. Juist. Horen we heel waarom? Veel. Omdat het allemaal heel mals blijft en heel zacht wordt. Ja. Dus dat is zeker geschikt voor mensen met hoofd-halstumoren die houden van koken. En als je... Ik zou niet iedereen op kosten jagen om zo'n ding aan te schaffen als je het niet heel veel gebruikt. Maar... Ja. Het valt wel mee hoor, als je goed zoekt. En qua prijs. En je kan daardoor verschillende soorten vlees eten, wat gewoon niet mogelijk is. Ja, ik denk dat Wim van Doren de slowcooker niet gebruikt, want die lust graag friet met paardenbiefstuk, rood gebakken. Goed zo, heerlijk. En bij de familie Kuin is de zelfgebakken vis favoriet. Ja. En dan hebben we Wieker nog.
Nee, ik heb de borrelplank eigenlijk als favoriet, omdat je dan gedurende de hele avond allemaal kleine hapjes hebt en toch redelijk wat binnenkrijgt. Want warm eten, dat, ja, dat doe ik wel. Ik eet ook alles, net zoals Wim. Alleen ja, veel minder natuurlijk. En op het moment dat je zo'n borrelplank hebt staan, dan gaat dat de hele avond gestaag door. Nou, en wat een voordeel daarbij is, dan heb je geen warm houtbord nodig. Want je begint met een paar kleine warme hapjes. En je eindigt gewoon met alles wat gewoon lekker lang op tafel kan blijven staan. Kijk, die wieger, dat is een slimmerd. Ja. Leuk. Ja, dat was het. Ik ben gewoon lekker mee. Ik had inderdaad als laatste stap, als stap 5, het oog wil ook wat. Dus als je eten bereidt, zorg dat je de tafel mooi dekt. Dat toont gewoon anders. De beleving van het eten wordt al leuker. Ook bij gemalen eten. Ik heb eventjes twee voorbeeldjes gedaan. Eentje van een ziekenhuis. Nou, ik weet niet of het in het ziekenhuis letterlijk geserveerd is. Maar dat is een patiënt geweest die ooit dagenlang zijn eten heeft gefotografeerd. Hoe hij dat kreeg. Volgens mij is het in een verzorgingshuis. En hoe je het ook kan serveren. He, in een leuk pannetje apart, een mooie toef. Ook qua gemalen eten, ook al zijn het kleine porties. Als je het gewoon leuk serveert, met wat kleur, dan doet dat ook al maakt dat al een heel groot verschil voor de smaakbeleving. Dan heb ik... nog mensen die tijdens de behandeling, en dat zie ik eigenlijk niet zozeer bij radiotherapie, eigenlijk ook nauwelijks bij operaties. Ik zie het voornamelijk bij chemotherapie, mensen die chemotherapie krijgen en smaakverandering hebben, dat ze soms echt een ontzettende aversie hebben tegen geuren. Dus ook als jullie in je omgeving nog eens mensen van dichtbij meemaken die daar last van hebben, raad ze aan om bijvoorbeeld ook eens maaltijdsalades te eten. Of pastasalades. Alles wat koud is, geeft veel minder geur. Dus dat kan zeker ook kleine wraphapjes of omeletrolletjes. Dat kan zeker schelen om gewoon wel de voedingsstoffen binnen te krijgen en niet tegen het eten op te zien. Hè, want als er dan zo'n walm geur van afkomt en je hebt eigenlijk net staan koken en je hebt er genoeg aan, dan eet je eigenlijk helemaal niet meer. Ik kom er even tussen beiden. Volgens mij heeft Hanneke nog een vraag. Ja. Een opmerking. Je hebt helemaal gelijk met het oog wil ook wat. Daarom vind ik de boekjes die gemaakt zijn, ik weet niet door welke club, als eten even moeilijk is. Door de patiëntenvereniging. Ja, dat dacht ik. Daarom dacht ik, laat ik het even zeggen. Maar die leuke zijn... clubs toch, hè? En die hebben ook, als wij ons spreekuur hebben, krijgen die heel wat belangstelling van mensen. Dat wou ik aan even zeggen. Ja, leuk. En dan wil Pieter nog iets zeggen. Ja, want je had het over die chemo koude maaltijdsalades. Maar let op, hè, er zijn een aantal chemo's die met name op je zenuwen werken. Waarbij je absoluut geen kou kan verdragen. Ik moest met handschoenen mijn koelkast open doen. En koude melk uit de koelkast, dat kon niet wegslikken. Ik kon helemaal geen kou in mijn mond verdragen. Nee, maar daar houden wij natuurlijk wel rekening mee als we de patiënten... Ja, omdat je zei koude maaltijdsalade. Ja, precies. Ja. Annette en Nico die hebben ook nog een tip dat er ook groentesappen zijn die je kunt die diep gevroren zijn. Gezien het feit dat het nu wordt opgenomen, noem ik even niet de namen, dan maak ik weer reclame, maar we zullen het in het verslag zetten. Is niet goedkoop overigens, maar Annette die vindt het vanaf prachtig en die kan niet meer zonder. Kijk, oplossing. Ja, dan zie ik tijdens de behandeling ook nog wel metaalsmaak. Ook eigenlijk alleen bij de mensen met de chemobehandeling. Dat als mensen echt last hebben van een metaalsmaak, die echt de hele dag aanwezig is, ga maar eens met metalen bestek eten.
Dat kan echt een verschil zijn door mensen plastic bestek aan te bieden. Om de beleving van het eten anders te maken. En een mindere aversie op te wekken. Dus die wilde ik bij smaakverandering toch even noemen. Nou ja, smaakverandering en kunnen eten. Ook jaren na zo'n behandeling. Kunnen de mondhygiënist, de logopedist, de tandtechnicus, de diëtist altijd meedenken in kijken of er nog winst te behalen valt, hè, in herstel van het eten. Of het nou om smaakbeleving gaat of om andere problemen, droge mond of dergelijke. Je kunt ook al is de diëtist al tijden buiten beeld, je kunt altijd nog weer eens daar contact mee leggen. Want we zien vaak juist dat lang klachten geeft. Dus dat team is zeker ook daarvoor beschikbaar. Voor mensen die op lange termijn die klachten ervaren. En ik heb in plaats van een take-home message, heb ik een take-home recept voor jullie. Dat is één van mijn favorieten. En die kan echt op alle mogelijke manieren naar je eigen smaakvoorkeur kan die zuurder, zoeter, zouter gemaakt worden. Ik heb niet een heel officieel recept ervan gemaakt, maar hij staat in de dia's. Dat is een groentestoofpot. Die kun je pureren. Dat doe ik overigens voor mijn kinderen, want mijn kinderen die vinden het heel lekker om met een naambroodje een pureetje naar binnen te werken. Als groentestoof. Ik vind het zelf lekker in grove stukken, ook om erbij te hebben van de kikkererwten bijvoorbeeld. Maar die is echt op alle mogelijke manieren zoeter, zuurder, zouter te maken. Dus daarom wilde ik hiermee eindigen. De benodigdheden staan vermeld. De bereiding, hoe ik hem maak. En ik wil afsluiten met vragen. Als je je presentatie stopt met delen, Stephanie, dan is het misschien wel leuk. Dan kan je ons ook eindelijk allemaal weer zien. Ja, en eindelijk is het. En dan stop ik ook nu. Ik stop niet het opnemen, maar dan. Dan zal ik hier zo op dit stoppen. Ik wil straks, als ik helemaal klaar ben, als iedereen dan heel even wil blijven hangen, want dan wil ik even nog iets met jullie bespreken, als ik de opname heb gestopt. Prima. Dus we hebben vragen. Iedereen heeft al zoveel gevraagd. Hebben jullie iets gemist? Pieter. Microfoon aan. Nee, ik had nog een opmerking nu na het einde van je lezing. Ik heb, zoals gezegd, zelf ook een soort van lezing. Ik noemde het een praatje, maar zij vonden het een lezing voor een hele club diëtisten uit het noorden van het land gehouden. En een van hun vragen was, naar aanleiding van mijn verhaal, van wat kun je wel eten, wat niet eten en mijn eigen ervaring met diëtistes, en die is en was op één gesprek na heel slecht. Wat kunnen wij als diëtisten nou doen om het toch goed te doen? Daar moest ik even over nadenken, maar ik wil mijn antwoord graag ook met jullie delen hier. Ja, leuk. Als je als diëtiste bij een patiënt die geraakt is of die te maken heeft met hoofd-halskanker, verdiep je ten eerste, voordat je het gesprek begint, goed in de anamnese van de patiënt. Wat is er bij die patiënt gebeurd? Waar heeft hij mogelijk last van? Wat zijn zijn beperkingen? Welke behandelingen heeft hij ondergaan? En dan moet je aan die drie denken. Is het alleen maar een radiatie geweest? Is het een operatie geweest? Is het schema geweest? Of verschillende combinaties? Wat voor effect kan dat hebben voor wat de beste man of vrouw of het kan eten? En het tweede is, als je dan het gesprek aangaat, begin dus niet met je, dit is dus naar de diëtiste toe, begin dus niet met je schijf van 5, maar zet die helemaal op de allerlaatste plaats en begin om uit te vragen wat de smaakbeleving nog is
van degene die voor je zit, dus de patiënt. En bouw van daaruit je advies op, in eerste instantie gebaseerd op dat je de patiënt helpt, dat hij voldoende voeding binnenkrijgt om gezond te blijven. En vooral bij een chemo, wat je ook doet, maar je verliest gewicht en de grootste kunst is om op gewicht te blijven. En bij herstel überhaupt is voeding heel belangrijk. En tweede is, als je dan weet wat iemand kan eten, waar ze problemen zitten, ja, dan kan je in je achterhoofd die schijf van 5 erbij pakken om adviezen te geven over hoe en wat, maar dan aan die smaak gerelateerd, hij het beste of zij of het bepaalde voeding op zich kan nemen. En dan komen al jouw tips erbij met zoet en zout enzovoort en proteïne en allerlei andere dingen. Ja. Maar dat is vind ik een hele belangrijke, dat die diëtistes hun denkwijze omdraaien en niet die schijf van 5 op hun voorhoofd hebben geplakt. En heel erg rekening houden met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de mond en de bewegingen in de mond, wat er wel kan en niet kan bij de patiënten. Die wou ik nog meegeven. Dankjewel voor deze toevoeging. En ik wil daar wel bij zeggen. Die klapt. Ja, heel goed. Ik vind het ook een mooie aanvulling. Ik denk ook dat het heel erg uitmaakt of je een diëtist treft die echt de expertise heeft op het hoofd-halsgebied, of dat je lukraak een diëtist spreekt in het ziekenhuis, omdat die toevallig op de verpleegafdeling werkt, die nooit eigenlijk met deze patiënten te maken heeft. Ja, gedeeltelijk mee eens. Dat heb ik ook teruggekregen van die club. Er zijn er een aantal die hebben allemaal met de hoofd-hals afdelingen te maken. Maar er zijn er ook genoeg die toch, want iemand met een hoofd-hals aandoening kan ook voor een hele andere aandoening in het ziekenhuis terechtkomen. En dan krijg je er wel mee te maken. Dus ja. Het geldt überhaupt, verdiep je eerst in de patiënten, kijk wat zijn anamnese is. Ja. Ja, ik hou er mee op. Ik heb toevallig dinsdag, heb ik met mijn eigen club diëtisten, hebben we een overleg. Dus ik zal hem er eens ingooien. Hoe behandelen jullie mijn patiënt? Ja, ik zal... Petra zal jou mijn sheets sturen, want dat is een soort van samenvatting van wat jij hebt, van een aantal dingen die jij hebt gezegd. Misschien is het handig voor dinsdag, dan heb je een heel mooi overzicht. Leuk. Maar goed, ik ga even het opnemen stoppen. Want ik denk dat we alles wel gehad en gedaan en gezegd hebben. Opname stoppen.